Nou, bij het Nationaal Informatie Instituut zijn we dus gestart met de opnames van Suriname vorig jaar, in 2018. Omdat we vonden dat het tijd was dat we Surinamers een beetje meer over Suriname vertelden. Met als doel om een stukje vaderlandsliefde eigenlijk op te bouwen. Mensen moeten meer gaan houden van hun land. En dat doe je meestal als je informatie hebt. Als je weet wat de waarde is van je land, wat voor moois er allemaal is, dan ga je meer liefde ervoor hebben. Dus met dat in gedachten zijn we dus gestart met de opnames voor het programma Surinamig. Omdat we vinden, weet je, je bent gewoon Surinamig als je deze dingen kent, als je deze dingen doet. En we starten dus binnenkort met het uitzenden van onze eerste afleveringen. De geschiedenis van Suriname is niet begonnen met de Europeanen die hier voor het eerst voet aan land hebben gezet. Maar duizenden jaren daarvoor woonden er verschillende inheemse naties in Paramaribo. Seizoen 1 hebben we dus besloten om Surinamers op tournee te brengen in onze geschiedenis. We hebben dus tourguides erbij betrokken, omdat zij zijn gewend om mensen op tours te brengen. En we gaan dus in feite de mensen op tour brengen in de geschiedenis van Suriname, door de verschillende monumenten die we in Suriname hebben te bezoeken, die onze geschiedenis vertellen. En dat gaan we dus in chronologische volgorde doen en belangrijke momenten uit onze geschiedenis naar voren brengen. Want als je niet weet van waar je komt, dan kan je ook niet weten waar je naartoe gaat en kan je ook niet meer waardering en liefde hebben voor wat je nu hebt op dit moment. Eén merkwaardige figuur was gouverneur van Ash van Wijk. Naar hem is een berg in het binnenland van Suriname genoemd. Nou, seizoen 1 focust volledig op onze historie. Daar hebben we dus 10 afleveringen aan gewijd, waarbij we dus echt wel de chronologie van de Surinaamse geschiedenis hoogtijdagen in onze geschiedenis belichten. Maar in het tweede seizoen, bij wijze van spreken, gaan we dus richting de culturen die we hebben in Suriname. Daar laten we dus de verschillende culturen zien die we hebben en de verschillende elementen die horen bij de culturen. Want ze zeggen dat we in Suriname vredig met elkaar leven, maar we weten ook niet alles van elkaars cultuur, toch? En wij gaan ervan uit dat een mens een leven heeft en zo ook een cultuur. En dan begin je dus vanaf de geboorte met alles wat erbij hoort tot het sterven. Dan heb je eigenlijk een beter beeld over hoe een cultuur eruit ziet. En we zijn echt een multiculturele samenleving. Dus we zullen dus echt wel al die culturen laten zien. En daarna komen er dus meer seizoenen. We starten dus met de geschiedenis. En dan volgend jaar hebben we dus seizoen 2 waar we de culturen laten zien. En zo gaan we dus steeds verder. Langs de Kopenamerivier heb je een dappere strijder gehad, Kaitushi, of ook bekend als Kaikusi. Kaitushi betekent eigenlijk ook jaguar. En het schijnt dat hij zichzelf kon veranderen in een jaguar. De eerste aflevering van Surinamig is gepland om op zaterdag 16 november de uitzending in te gaan. Dus de mensen die mogen dus kanaal 8.3 blijven volgen om dus de uitzending niet te missen. En als je het toch hebt gemist, mag je dus ons station blijven volgen, maar we dus dan de komende dagen daarna dat zullen blijven volgen. En vandaag neem ik u mee om te zien wat er over is van de plantages. En Anton de Kom, hebben we u meegenomen naar de periode Verzet. Je bent een Sranamang als je kijkt naar Suriname, want dat zal jou ook nog Surinamiger maken. En geloof me, wanneer je eenmaal kijkt, dat gevoel van liefde en trots wat je krijgt als je ernaar kijkt, is niet te beschrijven. Dus blijf kijken en volgen en raak ook geïnformeerd. Persoonlijk, bij het werken aan dit programma, ben ik ook heel veel te weten gekomen over de Surinaamse geschiedenis, waar ik niet eens van op de hoogte was. En het zijn hele leuke en interessante dingen waar elke Surinamer eigenlijk moet weten. Dus mis het niet, de eerste aflevering van Surinamig is op zaterdag 16 november. Volg ons station, want de promo die zal wel blijven draaien tot die datum.